Even lekker tot rust komen en genieten van de natuur. Dat kan bij Bed & Bubbles in Apeldoorn. Annemarie heet je, samen met haar katten. Welkom in de knusse cottage met jacuzzi in haar ruime achtertuin. Je hebt hier een bed en bubbels en breakfast zou ook nog kunnen, maar dat is dan optioneel. Want in het huisje kan je zelf je ontbijt klaarmaken. Was dat iets wat jullie er graag bij wilden, die jacuzzi? Nou, het is andersom. Wij hadden de jacuzzi al. Dus vandaar dat het ons wel een goed item leek om dat erbij te verhuren. Want wij zaten er zelf toch nog maar amper in. Dus dan. En ik moet zeggen, dat heeft goed gewerkt. En waarom zijn jullie een bed en breakfast begonnen? Nou, de reden is dat ik een paar jaar geleden met de vorige crisis, de financiële crisis, is het bedrijf waar ik werkte failliet gegaan. En toen was ik dus werkeloos. En als 50-plusser was het heel moeilijk om iets anders te vinden. En na heel veel sollicitaties was ik het zo zat dat ik dacht, ik wil niet meer voor een baas werken. Ik ga zelf iets bedenken. En dat is dit geworden. Dit is het derde jaar dat we het doen. En dan kwam natuurlijk, dan hadden jullie het net en dan kwam ook nog de coronatijd. Ja, het was natuurlijk heel erg schrikken dat dat gebeurde. En wij hadden ook zoiets van, nou, daar gaat ons seizoen. Want het werd ook net schitterend weer toen de coronacrisis losbarstte. Maar het heeft eigenlijk voor ons heel gunstig uitgepakt. Omdat mensen juist iets zochten waar ze zelf hun eten konden klaarmaken. En geen contact hadden met andere mensen. Dus wat dat betreft hadden wij een topjaar. Want ook kwamen ook heel veel mensen die zeiden van ja, we zouden eigenlijk naar Japan gaan. Of we zouden eigenlijk naar Egypte gaan. En dat ging allemaal niet door. Dus zochten ze hier in Nederland iets. En daar kwamen ze bij ons uit. Dus wat dat betreft was het wel gunstig. Want het was wel een hoop gedoe met het schoonmaken en met Dettol. En afstand houden. En bedoel, dus ze komen, je mag geen hand geven. Dat is ja toch wat minder persoonlijk. Dus ik hoop dat het gauw weer afgelopen is. Ja. Maar... En wat is het leukste aan het hebben van een bed and breakfast? Nou ja, ik vind het leukste het contact met de mensen. Met de een heb je natuurlijk meer contact en een leukere klik dan de ander. Maar ik moet zeggen dat er nu al mensen zijn die voor de derde keer terugkomen. En dat het soms echt supergezellig is. Je moet wel veel thuis zijn, want ja, de gasten ontvangen en dat ze weer weggaan. En nou ja, de boel weer allemaal schoonmaken. En er zit best wel veel werk aan. Maar voor de rest, eigenlijk is het de leukste baan die ik ooit gehad heb. Dus wat dat betreft. Ik zie hier ook allemaal katten rondlopen. Ja, dat klopt. Ik heb het op onze de websites waar wij op adverteren, heb ik het duidelijk bijstaan dat wij katten hebben. En ik doe ook nog kittenopvang voor de dierenbescherming. Ik ben een gastgezin. Dus in het seizoen hebben we ook hier kittens rondlopen. En er zijn juist mensen die daardoor dat echt een selling point vinden. Die daarom dit boeken. We hebben nu een moederpoes met drie kittens. Die zijn hier ergens in Apeldoorn of is hij gevonden met drie kittens. Alleen de moederpoes was ontzettend bang. Die heeft echt 3 dagen onder het bureau gezeten. Die ging zelfs niet naar de kittens toe. Dus normaal zetten we ze in een doos. Maar nu hadden we de doos op de kant gezet. Zodat ze er toch drinken kon geven. Maar met de kittens gaat het heel erg goed. Wat zijn nou echt de leukste reacties die jullie hebben gekregen van gasten? Nou, ik had vanmorgen de mensen die vanmorgen weggingen. Die hadden ook ontbijt erbij. En die had wel een hele leuke reactie. Die vond het ontbijt alsof je een cadeautjes uitpakt. Want die hield heel erg van de details. En daar hou ik zelf ook heel van. Dus dan dat was echt genieten voor ze. En ja, dat soort complimenten, ja, daar doe je het voor. Dat is gewoon heel erg leuk. Dat geeft je heel veel positieve energie. Ja, ook dat... Dat je werk echt beloond wordt. Ja, en ook als mensen weggaan, dat ze echt het was heerlijk. We zijn echt even helemaal bijgekomen. En dat was ook een beetje onze doelstelling. Het leven is al zo haastig en hectisch en weet ik veel allemaal weer. Dus dat de mensen even hier echt kunnen onthaasten. En dat die doelstelling dan gehaald wordt. En mensen gaan hier echt blij en relaxed weg. Nou ja, daar word ik weer blij van.